Cambuur won afgelopen maandag nog van Jong PSV, terwijl Twente Volendam versloeg in Volendam. Eerste kans van de wedstrijd. Van Kippersluis is de naam. En die strandt dan op de doelman. De doelman van FC Twente, en dat is nog altijd Joël Drommel. Ook Kalon krijgt die bal er niet in. Goed hoe Van Kippersluis die bal meeneemt. Kalon is meegelopen, maar ver weg. En dan wordt hij uiteindelijk weggewerkt door Ricardinho. Kalon in de aanval. In de extra tijd van deze wedstrijd. Gevaar weer dus voor Cambuur met Van Kippersluis. Appel is voor Hens. Bijen zou hem tegen zijn arm hebben gekregen. En dan Schindler, Kevin Schindler, die het van afstand probeert, maar de bal niet op doel krijgt. Is dit Hens? Nou, dat is niet bewust. En dus weet Haken dat ze geen strafschop verdienen. Pušić, de trainer van FC Twente. Ooit was het Haken die ook daar bij FC Twente aan de basis stond van de successen van die ploeg. Maar dat is lang geleden. Het schotje was van Javier Espinoza. Als Twente in de tweede helft wat meer aandringt. Dat mag ook wel, al zijnde de nummer 4 van de ranglijst. Met het balbezit van Aitor. Die terug is van een schorsing. Aitor, prachtig schot. Een uur gespeeld in Leeuwarden. En daar is de 1-0 voor FC Twente. Ze zijn dolblij dat hij terug is. Aitor. En dan heeft de doelman Maus het nakijken. En komt Twente op 1-0. Twente dat aandrong in de tweede helft en misschien de goal ook wel verdient. Tom Boeren, maar die strandt op Maus. En zo is het Twente dat in de tweede helft dus de ene actie naar de andere heeft die gevaar oplevert. Waartoe is Cambuur in staat als we in de laatste 5 minuten zitten? Daar is weer het schot. Het schot van invaller Rossi. Maar die bal gaat er ook niet in. Komt niet op doel. Drommel zit mis. En nu dan? Maar dan uiteindelijk pakt hij hem wel weer op. Joël Drommel. Hier zit hij mis. En dan heeft hij het beste oog voor de bal. En pakt hij hem en wint FC Twente met 1-0. Dankzij de goal van Aitor.